We zeggen het bijna nooit. Maar aan de grote Gelderse rivieren liggen de mooiste steden van Nederland. Zutphen, ja, op een of andere manier geeft het energie. Dat voelt echt als geschiedenis. De Gelderse steden hebben een glorieus verleden. En daar mag iedere Gelderlander trots op zijn. Dit was het aanblik van Harderwijk in de Hanzetijd. En daar zie je dus inderdaad die enorme toren voor de kerk. Ja. Ik ben wel trots op onze kerk. Ja. Trouwens op heel Harderwijk wel. Ja, zeker. De samenwerking tussen de Gelderse handelsteden maakte van Gelre een machtig en rijk hertogdom. Arnhem en Nijmegen houden nog geen stadsregio bij elkaar. En zij houden dat enorme hertogdom bij elkaar. Ja, en initiëren dat ook echt zelf. Vandaag in Ridders van Gelre, hoe de steden Gelre rijk en machtig maakten. Best gedaan hoor, maar ik ben de afgelopen dagen in de landelijke kranten helemaal niets tegengekomen over Gelderland. Nee, in Amsterdam, Rotterdam. Nou, hier Utrecht. Oh, iets over Groningen. Nou. Nou, hier Rijksmuseum, maar dat vind ik eigenlijk ook een soort Hollands provinciaal museum. Ja, hier. Gaat hier zelfs over Delfts blauwe pannetjes. Dat is wel belangrijk blijkbaar. Nee, dat is vroeger wel anders. Ja, stel je nou voor dat er 1000 jaar geleden ook al kranten waren geweest in Nederland. Stonden wij op de voorpagina? Ja, Zutphen, Tiel, Nijmegen. Dat waren de belangrijke steden in die tijd. The place to be. Ik vraag me wel af, hoe kwamen die Gelderse steden aan hun macht en hun aanzien? Dat is een mooie vraag voor ons. Ja, voor de ridders. Ja. Wat is Zutphen toch een prachtige stad. Je kan nog steeds zien dat het ooit een van de hoofdsteden van Gelre was. Een stad van machtige vorsten. Woonplaats van de graaf van Gelre. Maar het schijnt dat de vorming van het stedelijke Zutphen begon door een vikingaanval. Dag Michel. Nee, welkom. Dank je. Het is altijd mooi om in Zutphen te zijn, een echte machtige stad. Maar het begint met een vikingaanval. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Ja, nou ja, ik heb daar een heel mooi forensisch bewijs voor. En als je meekomt, dan stel ik je aan haar voor. Hier ligt ze. Ja, in deze vitrine. Het lijkt wel of ze echt helemaal ineengekropen ligt. Dat is ook zo. Dit is in feite de positie waarin ze op de bodem van de hut waar ze woonde is aangetroffen. Dus echt een crime scene. Bij de knie. Hier zo is een snee te zien van een zwaard- of een bijlinslag. En zij ligt ook in de positie dat ze waarschijnlijk met opgetrokken knieën zichzelf heeft willen verweren tegen een aanval. En zodoende dus een klap heeft opgevangen. Er is echt een slachting geweest op de plek waar het allereerste Zutphen lag. Daarmee eindigde even deze nederzetting platgebrand, uitgemoord en wel. En begon men daarna orde op zaken te stellen. Hoe weten jullie zeker dat deze mevrouw door een vikingaanval om het leven is gekomen? Nou, sowieso door de context dat het gaat om een uitmoording van een complete nederzetting. Dit is één van de slachtoffers. Maar we hebben ook een heel kleine smoking gun gevonden. En dat is een muntje wat niet in Europa op het vasteland gangbaar was. Maar juist in het koninkrijk, het Engelse koninkrijkje, waar de vikingen op dat moment een kolonie hadden. En dat muntje komt uit York. Het lijkt al bijna CSI, alsof je als archeoloog ook politiewerk aan het doen bent. Ik denk dat CSI en archeologie niet dichter bij elkaar komt dan deze casus. Dat je met een stapeling van argumenten kunt aantonen dat hier sprake is van een vikingaanval. Het gevolg van die aanval is eigenlijk ook een bewijs. Want we weten dat die vikingaanvallen in de Rijn en in de Scheldestreek resulteerden in de aanleg van hele sterke ronde omwallingen om de mensen veiligheid te bieden. En dat is precies wat volgde op deze vikingaanval. De aanleg van een enorme versterking. En daarmee begint eigenlijk de vorming van de stad Zutphen. Met een muur of een wal eromheen. Ja, het stratenpatroon wat toen ontstond kunnen we nog deels in de huidige plattegrond van Zutphen terugvinden. Dus de blauwdruk van Zutphen is gelegd met de aanleg van deze burg rond het jaar 900. Het begin van de machtige stad Zutphen. Ja,
is dit, ja, na de vikingaanval. Ja, want vanaf dat moment zie je ook dat de graven met rechtspraak en bestuur hun macht vestigen rondom het Schravenhof. Ik kan het me amper voorstellen, maar in de tijd van de vikingen was Tiel een grote machtige stad aan de rivieren. Geen stad van vorsten, maar juist van kooplieden. Tiel, een van de rijkste handelsteden van West-Europa. Hier op deze markt kwamen handelaren uit alle windstreken samen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het lijkt er nog een beetje op de middeleeuwse markt van, waar we, van het jaar 1000. Nee, eigenlijk niet meer. Misschien wel met sommige producten. Want Tiel was dan echt ook een handelsmarkt. Ja. Maar de omvang is wel duidelijk verschillend. Ik vind het een beetje schraal. Het is wat aan het kleiner worden, de maandagmarkt. Ja, ja, dat klopt. Want hier was het toen gekkenhuis. Helemaal vol. Internationale handel, pelzen, etenswaren, gierst, varkens, zelfs schol, zoutwatervis werd hier verhandeld. Dus vanuit de hele wereld, uit alle zeeën, kwam alles naar Tiel? Ja, alles kwam hier naartoe. Tiel had een eigen munt. Dus we hebben munten die in Tiel geslagen worden tot in Rusland, Scandinavië en Engeland teruggevonden. Dus Tiel was een heel groot handelsknooppunt. Hoe kan het dan dat Tiel toen zo belangrijk was? En waardoor? Nou, Tiel lag op een knooppunt van twee rivieren, de Linge en de Waal. De Waal wordt naderhand belangrijker en de Linge die voert ook naar het achterland. En Tiel was het overslagpunt, lag in het midden van het land. En aan de ene kant had je natuurlijk Engeland. Daar kwamen heel veel goederen naar hier. Die werden hier overgeslagen en die werden vervolgens naar het achterland, naar Duitsland gebracht. Naar Keulen, naar Duisburg, verder weg in Duitsland werd het gebracht. Dat is gewoon niet meer voor te stellen. Het bewijs daarvoor, een heel raar bewijs, een walviswervelbot hebben we in het museum liggen. Dat bewijst de welvaart en de roem van Tiel? Ja. Hier op deze plek kon je een broodje walvisvlees eten. Broodje walvis. Dan daag je uit. Ik ga wel eventjes het fruit halen. Dat is makkelijker in Tiel. Ja. Oh, meneer. Goeiedag. Mag ik een doosje frambozen? Hollandse frambozen? Nee, die komen toch niet uit Holland? Nee, die komen uit Holland. Zaltbommel. Ja, dat is toch niet Holland? Dat is Gelre. Oké, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Tiel zo'n rijke stad is geweest, joh. Nou, het echte bewijs hebben wij hier liggen in het museum. Bij de kanon, de 50 kastjes die de hele geschiedenis van Tiel proberen te verbeelden. De Tielse kanon. De Tielse kanon, ja. Staat ook op de grond. Ja. Wauw. In 50 kastjes proberen wij zo kort mogelijk de geschiedenis te vertellen. En hier ligt het ultieme bewijs, het walviswervelbod. Net zoals wij een ruggenwervel hebben, is het een van die tussenwervelschijven. En wat doet dat in Tiel? Die is hier gevonden voor het museum. Daar was vroeger een haven. Daar is die gevonden samen met een zeepok. Maar misschien wil je hem even bekijken? Ja, kijk, dit gaat een stuk soepelen. En nu mag ik hem pakken? Ja, pak hem maar vast. Want ik dacht dat het veel zwaarder zou zijn. Kijk, deze kant die is vrij geribbeld, maar als je hem nu omdraait... Ik weet niet of dat voor de camera te zien is, maar je ziet hier snijsporen. Oh, dus het is gebruikt als... Het is gebruikt als een bordje. En omdat die zeepok erbij gevonden is, weet je wat het is, een zeepok? Ja, dat zijn die puistjes van een walvis. Ja, nou, zo'n puistje is hier gevonden naast dit walviswervelbod. En dat bewijst dat er vers walvisvlees hier verhandeld is. Dus ik stel me zo voor dat je hier een heerlijk broodje walvisvlees kon bestellen en dat het op dit bordje gegeten is. Maar wat zegt dat over de rijkdom, over de welvaart van Tiel? Tiel was daarmee een knooppunt geweest. En dat wil zeggen, walvisvlees werd verhandeld door Noormannen. Het was duur, want het kwam van ver. Dus dit walvisbod is het bewijs van een bloeiende tijd voor Tiel? Ja, Tiel is ongeveer 100 jaar lang een belangrijk knooppunt geweest. Moby Dick. Na die eerste omwalling, na de vikingaanval, wordt Zutphen alleen maar groter. Ja. En er komt een nieuwe stadsmuur. Ja, nog niet de stadsmuur zoals we die kennen van baksteen. Maar Zutphen ontwikkelt zich vanaf die vikingaanval als een machtscentrum van de graven. En op zeker moment zelfs als een verblijfsplaats waar de Duitse koning zelfs kon logeren. Dat zie je hier in het centrum van de stad, waar eerst dat plein Schravenhof met houten gebouwen lag, staat nu een groot natuurstenen complex van een kerk en een paleis. Een paleis voor de koning en een verblijf voor de graven. Het
open gebied ertussen, het plein zelf, was vooral het gebied waar rechtspraak plaatsvond. Dus het bestuur is nog altijd, hè, na al die vele honderden jaren, gevestigd aan hetzelfde plein. Dit is het dus, hè? Het Gravenhof, al 1200 jaar het middelpunt van Zutphen. En hier stond een groot paleis. Klopt, ja. Dit is 1200 jaar het machtscentrum van de stad. Dat is 500 jaar langer dan het Binnenhof in Den Haag, om dat even in perspectief te zetten. Heel goed. In de 12e eeuw werd het onderkomen, het trotse onderkomen van de graven van Gelre. En het is een immens gebouw. Zullen we gewoon eens gaan kijken hoe groot het is? Laten we eens kijken. Laten we even, jij zo, rug tegen elkaar. Ja. En dan lopen we allebei naar de weerszijde van het paleis. meter. 30 meter. Dat is 53 meter bij elkaar. Echt groot, hoor. Als die graaf van Gelre hier komt wonen in dit paleis, wat gebeurt er dan met Zutphen? Die graaf die bevordert de handel in Zutphen. Dat is eigenlijk een nieuw fenomeen voor de stad. Het was een bestuurscentrum, maar het wordt nu ook een handelscentrum. En dat gaat zo succesvol dat die stad aan het eind van die 12e eeuw stadsrechten krijgt. Burgers, van de graaf? Van de graaf. De graaf verleent zijn burgers rondom zijn burcht handelsvrijheden, marktrechten, recht van zelfbestuur. En gaf daarmee dus een stimulans voor die stad om verder te groeien en om economisch als een zelfstandige entiteit verder te gaan. Je ziet dat Tiel in de 12e eeuw steeds minder van belang wordt. Wordt kleiner en kleiner. En steden als Zutphen komen als een nieuw handelscentrum op. En het machtscentrum blijft, want aan het Schravenhof blijft de bestuursmacht van de stad in de vorm van een stadhuis. En de rechtbank natuurlijk, hè? En de rechtbank. Ja. Daarom moet die rechtbank ook hier blijven. Die rechtbank moet absoluut hier blijven. Die zit hier langer dan in Arnhem of in Den Haag. Terwijl Zutphen groeide, nam de welvaart in Tiel af. Maar de rijke kooplieden lieten wel hun sporen na. Er is zelfs een oud geschiedenisboek over geschreven. Tielse Kroniek. Stel je voor, teksten van bijna 600 jaar oud die een periode van nog langer geleden beschrijven. Martin, dit is dus een van de oudste geschiedenisboeken die we hebben in Gelre. Ja. Gelderland. Gelderland. Ja. Ja, dit is de Tielse Kroniek. Hij is rond 1450 geschreven. Een kroniek die iets vertelt over het graafschap Gelderland. Maar het mooiste is dat er ook allemaal korte berichtjes in staan over Tiel en omgeving die je eigenlijk nergens anders vindt. Korte berichtjes, zoals WhatsAppjes of Twitterberichtjes? Ik zou Twitterberichtjes noemen. Dit is een eerste vermelding zoals Tiel in de kroniek tegenkomt. Als de Porta Galliae Tiel, dus de Gallische haven Tiel. De haven van Tiel wordt al genoemd in 618 na Christus. Ja. Daarmee wil het nog niet zeggen dat hier sprake is van een grote haven, wat wij ons voorstellen bij een haven. Maar er is in ieder geval een aanlegplaats. En hiermee is het begonnen? Hiermee begint het. Daar staat, je ziet dus dat een latere gebruiker heeft er een annotatie bij gemaakt van let op, Tiel. Tiel. En daar staat het dus in 1007 dat de Tiel platgebrand is door zeerovers en door Denen. En om het nou helemaal goed voor te lezen. Pirati, zie ik hier staan. Ja. Anno Domini Melissimo Septimo Tila Altera Vice A Piratis Edanis Incentia Edirepta Est. In 1007 werd Tiel andermaal door zeerovers en Denen in brand gestoken en geplunderd. Die Denen die kwamen natuurlijk op zoek naar iets. Ja, en maar ze zijn later natuurlijk handel gaan drijven, want je kan ze beter iets samen te vriend houden. Dus als ik het goed begrijp, is ja, maar door te gaan samenwerken met de Denen, met de Vikingen, om die plunderingen tegen te gaan, zijn ze gaan handelen. Zijn ze gaan handelen. En zo zijn de steden hier zo langs de rivieren steden gaan bloeien. Ja. Dus hier was dus al veel meer handel en cultuur en alles wat erbij kwam. En een paar kilometer verderop, zeg maar wat nu Noord-Holland is of Zuid-Holland. Dat waren nog onontgonnen gebieden. En hier al bloei was. En dat maakt dit gebied zo bijzonder. Tila in Latijn. Tila. Toen de Vikingen waren vertrokken, moesten steden zich wel blijven beschermen. En nu met echte stenen stadsmuren. Dat is logisch, want door de handel werden de steden van Gelre steeds rijker en machtiger. Er waren genoeg vijanden die je buiten de poort wilden houden. Ja,
Die stadsmuren zijn nu nog steeds waanzinnig indrukwekkend. Ja. Maar wat betekenden die stadsmuren in de middeleeuwen voor een stad? Nou, behalve een defensieve waarde, het moest de vijand buiten de deur houden, betekende het vooral ook een symbolische waarde. De stad drukte daarmee uit dat ze zichzelf kon verdedigen, hè, met het stadsrecht. En dat daarbinnen dat stadsrecht gold. Hè, dat de landheer feitelijk binnen die muren niets meer te zeggen had. En dat de burgers ook economisch in staat waren, hè, als een opkomende handelsplaats, om zo'n muur tot stand te brengen. Maar de graaf had binnen de stadsmuren niks meer te zeggen. Daar waren de burgers zelf aan de macht. Ja, op bestuurlijk niveau, op juridisch niveau hadden de burgers het voor het zeggen. De graaf woonde er af en toe nog wel, maar hij was slechts op bezoek, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk komt de graaf helemaal niet meer terug in Zutphen? Nee, de manier van het graaflijk leven verandert. Kastelen komen op, jachtsloten. Dus hij laat zich in de steden steeds minder zien. Uitgezonderd Arnhem, waar hij dan een graaflijk hof aanhoudt. Maar waarom laat die graaf zich zo makkelijk verjagen uit de stad? Nou, hij verleende stadsrechten, en niet alleen aan Zutphen, maar aan tientallen steden en stadjes, om de economie te bevorderen. En die economie bracht hem geld in het laadje, de tolinkomsten op de Rijn en op de IJssel, en de grondbelasting, want het bleef zijn grond. Dus de mensen die er kwamen wonen betaalden hem grondbelasting. Dus stadsrechtpolitiek, dat was een economisch en politiek middel voor de macht van de graaf. Hij raakte macht kwijt, maar hij verdiende er een heleboel geld mee. Eigenlijk werd hij er alleen maar machtiger door in de 13e eeuw, ja. Gaan we hier echt onderdoor? Ja, dat wordt bukken geblazen, maar het wordt aan het eind juist weer ruimer. Maar het begint heel benauwend. Het gaat echt goed. Wauw. Spectaculair. Ja. Michel, we hebben nog even een officieel moment. Normaal gesproken doen we dit alleen met mensen die zich vrijwillig bezighouden met de geschiedenis van Gelderland. Jij bent natuurlijk officieel stadsarcheoloog, maar ik weet dat jij 24 uur per dag met de geschiedenis van Zutphen bezig bent. Ja, dat klopt. Al decennia lang. Kijk, dus daarom verdien jij het als geen ander om ridder van Gelre te worden. Je hoort erbij, Michel. Ik hoor erbij. Nou, wat bij de orde. Lang op gehoopt, maar nu toch gebeurd. 1, 2, 3, los! De handel bloeide op. De graaf van Gelre trok zich terug uit de steden en kooplieden kregen vrij spel. De koggers voeren af en aan tussen de rijke hanzesteden langs de IJssel. Maar ook hier, op de voormalige Zuiderzee. Hier was Harderwijk de allerbelangrijkste hanzestad. Dit was het eerste zeeschip wat grote ladingen vervoerde. Dit was vroeger, was dit Zuiderzee, was dit echt open water. Ja. En dat had een verbinding naar de Noordzee, was een open verbinding. En de Zuiderzee was een grote binnenzee. En daar werden die koggers, die voerden hier overal langs de havens. Hoeveel koggers moet ik dan aan denken? Nou, er waren zo in die tijd wel 300 koggers. De koggers zijn dus eigenlijk gewoon de voorlopers van die hele grote Hollandse zeehandel. Ja, ja. Wij lagen in Zeel Amsterdam. Dat was dit. Was de oorsprong van alle schepen die daar bij zee lagen. Oh, dat vind ik wel even een mooi moment om het even goed te laten bezinken. Juist, dat is, dit is, ja, dat kun je wel zeggen. Ja, alle schepen die zijn hieruit voortgekomen. Het is wel een beetje arrogant misschien, maar nee, het is wel het zo. Het is zoals het is. Ja. Dit is gewoon de moeder aller zeeschepen. Dit is de moeder aller zeeschepen. U zegt het goed. Dank u. Maar u hebt wel een hanzehart. Ik heb wel een hanzehart. En ja. Ik heb een koggenhart gekregen. Ook nog? Ja. Ja. Als je met dit schip bezig bent en er zo mee vaart, dan wordt het je kindje. Ja, gaat het zo ver, hè? Zo ver gaat het. Ja. Ja. We varen naar Harderwijk. Dat was dus een hanzestad. Harderwijk was een hanzestad, inderdaad. Maar het was dus niet alleen handel op de rivier. Er kwamen goederen van
de IJssel? Van de IJssel, maar wij lagen aan de Zuiderzee, Harderwijk. Dus wij hadden zo een hele mooie doorgang naar Duitsland, naar Scandinavië. Zo ver? Zo ver, daar even we handel mee. Ja. Toen al? Toen al. Ja, en er ging van ons kaas, zuivel, ging die kant op. Laken ook, er zijn heel veel lakenloodjes ook gevonden. Lakenloodjes? Lakenloodjes, ja. Het kenmerk dat het laken echt was en waar het goed vandaan Gelders kwam. Laken. Een goed Gelders laken. Ja. Precies. Maar je hebt nog iets hier, want dit is een? Dit is een paard. En wij noemen het een hanzepaardje. Het is eigenlijk het enige tastbare bewijs uit die tijd dat wij toen al handel dreven met in dit geval Noorwegen. Want dit paardje komt uit Noorwegen en dat kun je zien aan de letter H die in zijn kopje staat. De letter H van koning Hakon en die was toen aan de macht in Noorwegen. En dit hebben wij hier in Harderwijk gevonden. En dit paardje had een bepaald gewicht en dat vertegenwoordigde een waarde. Dat was een halve mark. Het was aan de ene kant van de weegschaal dit paardgewichtje. En dan werd er aan de andere kant goud of iets anders gelegd met de waarde van... Ja. Ah. Burgemeester. Hey René, dag. Wat leuk. Het is alleen al een historisch moment. Wij komen elkaar tegen en ik zie er mooier uit dan nu. Dat is toch al ongelooflijk. Ja, dat is geweldig. Nog netter. Ja, maar het staat je goed. Dank u. Ah, prachtig. Voelt u dat ook een beetje, dat u hier al 1200 jaar in het centrum van de macht zit? Ja, nou ja, dit komt iedere keer weer op je af. En het is vooral leuk, want de meeste mensen reageren zoals jij. Van wat is dit een bijzondere plek? Je ziet daar nog de contouren van de Palts. Hier zijn de oude stadspaleizen van de adel uit de Achterhoek, uit de graafschap Zutphen. Natuurlijk die kerk die hier al eeuwen staat kerk te zijn. Het oude stadhuis waar zowel het stadsbestuur als het bestuur van de graafschap en het hertogdom zijn plek had. Dus dat voelt echt als geschiedenis. Zutphen, ja, op een of andere manier geeft het energie. We hebben dus te maken met 1000 jaar bestuur hier op het plein, hier in dit gebouw. Ja. Wat waren vroeger de belangrijke zalen? Nou, de belangrijke zalen waren natuurlijk toch daar waar vergaderd werd. Daar waar recht werd gesproken en daar waar de delegaties, want dat is bijzonder, de delegaties van de andere hoofdsteden van Gelre vergaderden en verbleven. Mooie, oude, maar ook kleurrijke zaal, de raadzaal. Ja. En dit is de zaal die ook de Roermondzaal wordt genoemd. Ja. Waarom? Ja, dat heeft eigenlijk een heel bijzondere verklaring. Er waren vier hoofdsteden van Gelre. Ja, wacht, ik heb de kaart van Gelderland uit de toren meegenomen. De oude kaart van Gelre. Ja, precies. Ja. Nou, we hebben dat allemaal nog op school geleerd. Er waren vier kwartieren in Gelre, in Gelderland. Het overkwartier van Roermond. Het kwartier van Nijmegen, de Betuwe zou je kunnen zeggen, grote delen. Het kwartier dat bestuurd werd vanuit Arnhem, de Veluwe. En vanuit Zutphen, de graafschap Zutphen, oftewel de Achterhoek. En die vier steden die bestuurden samen met de graaf, later de hertog, het gebied. Dus niet alleen hun eigen stad, maar ook het hele gebied wat daarbij hoorde. En dus kwamen delegaties uit de steden samen. En dat heeft hier echt historisch bewezen tot gevolg gehad dat de Roermondse delegatie de beschikking had over deze prachtige zaal. In ieder geval, het plafond dateert nog uit die tijd. Dat had een zekere grootsheid. En we hebben hier ook nog steeds in ere gehouden dat we een Arnhemse kamer en een Nijmeegse kamer hebben. Maar dat is toch heel bijzonder dat die hoofdsteden samenwerken om het hertogdom Gelre te besturen. Ja, dat is ook zeker bijzonder. Het is de Roermondzaal, maar ook de raadzaal. Ja. U zit daar, toch? Ja, als ik de raad voorzit, zit ik hier. Ik ga even zitten, hoor. Eventjes toch even voelen. Ik zie er goed genoeg vooruit, toch? Ja hoor, prima. En u vertrekt volgend jaar, dus... ja, doen we poging. Lijkt me wel wat. Leuk. Burgemeester van hoofdstad van Gelre, Zutphen. Mooi. Ja. Dit was het aanblik van Harderwijk in de Hanzetijd. En daar zie je dus inderdaad die enorme toren voor de kerk. Toren als enorm baken voor de schepen op de Zuiderzee. Ook echt daadwerkelijk een vuurtoren. Daar konden vuren opgestookt worden op dat platte dak wat er was. En twee lange aanlegstijgers waarop de goederen aan wal gebracht werden. In deze tijd was er geen haven. Dus dit was zo men de goederen aan land bracht in Harderwijk. Dus grote schepen bleven op de reden liggen. En die goederen kwamen aan wal met die lage boottypes via die bruggen, via die stijgers, door de poorten
de stad in. Wat is er misgegaan? Dit was zo prachtig. Ja, dit was heel prachtig, inderdaad. Ja. En het verhaal gaat dat die kerk misschien wel groter was dan de nieuwe kerk in Amsterdam. Ja, dat zou maar zo kunnen. Hier mag glunderen, ja, hè? Ja, ik ben wel trots op onze kerk. Ja. Trouwens, op heel Harderwijk wel. Ja, zeker. Als ridder van Gelre mag ik u onderscheiden. Ook als ridder van Gelre, omdat u als vrijwilliger zoveel goed werk doet voor het mooie verhaal waar we allemaal zo trots op zijn. Daar ben ik heel blij mee. Dank u wel. Gaan we even poseren voor de camera, want het begint een beetje te regenen. Oké, mensen, ik wil jullie even een beetje bij mij hebben. Graag, want alle dames en heren zien er zo prachtig uit. Schipper Jan, komt u even iets naar voren. Want ik vond het als ridder van Gelre vond ik het een enorme eer om op deze kogge te mogen staan. Om terug te stappen in de tijd van dat het hier nog een bruisende handel was. Ja, en ik kan er maar één iemand natuurlijk geven, maar het is voor jullie allemaal en ook eigenlijk voor het schip. Maar ridder René en mij heeft enorm behaagd om jullie allemaal te benoemen tot ridder van Gelre. Ook al komen jullie uit Kampen, Nou. En dan wil ik even op de foto met jullie allemaal. Dan moeten we een beetje inschikken. Kom even. Pijn door de knieën. De dames. En op dat mooie stuk nemen we nog een slukje. Het is toch mooi dat die rijke Gelderse handelssteden zo'n belangrijke rol speelden in het landsbestuur van het hertogdom Gelre. En het werd alleen maar meer toen de hertog van Gelre overleed en zijn zonen begonnen te vechten over de opvolging. De steden grepen in om het hertogdom Gelre van de ondergang te redden. De oudste verbondsbrief. Dat maakt me zo gelukkig, Mirjam. Nou, daar ben ik blij om. Zo prachtig dit. Het is een heel mooi stuk. Wat staat hierin? Er staat in dat de steden elkaar steun en trouw beloven, mochten de twist tussen de twee broers leiden tot nadelige gevolgen voor de steden. En wat spreken de steden hier dan af? Dus zij beloven elkaar trouw, de steden onderling. Mochten zij op een of andere manier schade lijden of in de problemen komen, dat ze elkaar hulp bieden en dat ze samen stand houden tegen wat er dan ook komen gaat. En die steden spreken dan af, wat er ook gebeurt, wij werken samen om Gelre te behouden. Ja, ja. Dat is fantastisch. Ja. Ja. Want al die zegels hier, dat zijn allemaal zegels van de steden die dat verbond sluiten. Ja, ja, je moet je echt voorstellen dat ze daar één voor één hebben gestaan en daar hun eigen handtekening op die manier ondergezet hebben. En allemaal, hè? Allemaal, ja. Hier, Zaltbommel bijvoorbeeld, Harderwijk, Lochem, Tiel, Elburg. Maar ook steden die nu in Limburg liggen, die onderbij horen. Ja. Echt. Ja. Venlo. Ja, fascinerend. Ja, grote provincie was het. Met veel samenhang. Ze doen allemaal mee. Ja. En ze zorgen er allemaal voor dat Gelre niet uit elkaar valt. Ja. En hier hebben we een brief uit 1418, waarbij bij een vergelijkbare situatie ook een opvolgingskwestie weer een verbond werd gesloten tussen de steden. Maar nu ook met de ridders erbij? Ja, nu ook met de ridders erbij. Ja, ja. En wat beslissen ze hier? Zij beslissen dat ze weer opnieuw elkaar steun bieden, maar ook dat ze in het vervolg gezamenlijk verantwoordelijk willen zijn, een gezamenlijke stem willen hebben in wie nou de volgende hertog wordt. De steden, maar ook de ridders, die besluiten, er komt geen nieuwe hertog als wij het niet met z'n allen eens zijn. Ja. Dat is toch samenwerking zoals we dat in 2015, alleen maar, daar kunnen we alleen maar van dromen. Ja, Arnhem en Nijmegen houden nog geen stadsregio bij elkaar. En zij houden dat enorme hertogdom bij elkaar. Ja, en initiëren dat ook echt zelf. Dat Gelderland nog steeds zo'n mooie grote provincie is, hebben we eigenlijk te danken aan onze voorouders die dat in deze brief afspreken. Ja. Fascinerend. Ik vind het wel wonderlijk hoor, er staat een hoop een stadsmuur. Mooi hè? Die onder onze kruittoren hier zo in Zutphen zo plop, nog een stuk onder de grond doorloopt. En nog steeds opgravingen. Ja, we hebben ons ridder onderkomen toch maar op een prachtige plek. Dat kunnen we nu zien. Historisch onderzoek. Er wordt ook best veel gevonden. Ik was dus in Tiel. Een stuk walvisbot gevonden.
Misschien komt hier nog een vikingskelet boven. Ze hebben er al één gevonden in Zutphen. Ik denk, met zo'n rijke historie komt het wel goed met Gelre. Als die steden maar een beetje blijven samenwerken... Dat is de crux. Op zoveel historische bodem komt het goed met Gelre. Maar ook een biertje. Ga ik het even halen. Ja? We gaan bier. Allemaal? We gaan even bier halen.